Een iconische en 13e podcast bij onze iconische nummer 13, Björn El Toro Ruytinckx. Op locatie in zijn eigen café, Café Sport. Merci Björn om ons hier te ontvangen. Merciekes. Geen probleem, ja. Het is niet dat we veel anders te doen hadden. Ja, vandaag eigenlijk, Björn, ik heb het daar juist al even voor de podcast gezegd. We willen het een beetje hebben over de persoon Björn. Dus ja, eigenlijk als ex-speler, spelersbegeleider, cafébaas, maar ja, ook ja, supporters, zoals ik al zei. Want ja, eigenlijk ze zeggen vaak dat voetballers, dat is een beetje een stereotyp beeld, niet veel talenten hebben, maar jij bent super veelzijdig. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Je kunt ook heel veel dingen doen en niks te goed. Dus hoe veelzijdig zijn het gedaan? Dat is waar, dat is waar. Ja, we zitten nu op locatie in uw Café Spoor. Hoe is dat een beetje ermee gekomen? Dat begon eigenlijk? Goh, ja, ik heb hier 10 jaar in Leuven gevoetbald. En als ik het zelf, ik was hier wel heel graag gezien. Ja, dus ik was wel op zoek om een horecazaak te starten. Ja. Dan blijkbaar Mike Naert was ook op zoek om iets te doen. En we kennen elkaar al een beetje. En dan zijn we samen in het avontuur gesprongen. Super handig, super nice. En je doet dat nu, hoe lang is dat? 10 jaar al? Nee. Dit is ons 5e jaar. Ah, oké. Ja. En is het nog altijd met dezelfde mensen waar ik opgestart zijn? We zijn met 3 gestart en nu zijn we met 2. Ja. De samenwerking met Tipo toch ook al even? Nee, dat is volledig apart. Maar ja, Mike is natuurlijk ook CEO van Tipo. Dat doet hij erbij, ja. Ah, dat is een gekend figuur hier in Leuven ook, hè? Dat Naert. Wel, ja. En in de muziekwereld ook wel een beetje. We zitten hier nu in Café Spoor en ja, je zou zeggen, er komt geen volk, maar er is wel leven hier, want er wordt van alles verbouwd en zo, dus je bent er wel nog mee bezig, zie ik. Ja, ik denk dat we ondertussen 8 maanden dicht zijn. En ja, dat is wel het ideale moment om wat kleine klusjes te doen. En om alles grote klusjes ook? Ja, het ziet er groter uit dan dat is. Ja. Nee, maar we willen het ook over voetbal hebben eigenlijk vandaag. Want we zijn de OHL-podcast en we specialiseren ons in OHL en voetbalverhalen. Klopt. En meer specifiek over dan OHL ook, want... Voor mij, ja, voetbalclubs en zeker kleinere voetbalclubs zoals OHL, die leven zo van momenten. Zo'n speciale momenten, zo een promotie, maar ook een degradatie, winnen tegen een topclub. En ik herinner mij één moment van u, 2014-2015 seizoen tegen Anderlecht, thuis aan de Dreevier. En het was toen themaavond bij OHL, dus als supporters waren zo verkleed voor de bierfeesten. Dus we hadden zo'n Tirolerparks gedaan. We waren daar met een paar vrienden en tijdens de rust werden we geïnterviewd door ROB TV. En een vriend van mij zei, het was 0-0 bij de rust. Ja, OHL gaat nog winnen, 1-0, Björn Ruytinckx gaat scoren. En wat gebeurt er? Björn Ruytinckx scoort en we winnen die match. En voor mij was dat echt zo'n superleuk moment dat ik me niet meer kan herinneren. Allee, dat ik me wel nog herinner, maar ik had die avond wel veel gedronken, want dat was een superfeest. Dus ik herinner het mij niet meer zo goed. De moment zelf, de goal zelf, maar weet jij daar nog iets van? Goh, ik denk dat het voor mij ook een van mijn momenten is, persoonlijke momenten dan. We draaien eigenlijk een heel slecht seizoen. We degraderen dat jaar ook. Maar persoonlijk haalde ik wel redelijk niveau, want ik denk dat ik dat seizoen 11 keer scoor of 12 keer scoor. Met mijn kwaliteiten was dat enorm. En dat was eigenlijk tegen Anderlecht de match van de laatste kans eigenlijk. En we houden 3 punten thuis en ik scoor, dus dat was eigenlijk wel een heel leuk moment. Ja, inderdaad, want dat was... Het ding is, ik zei het ook altijd, als we zo in eerste klasse spelen, is elke wedstrijd een feest. En zeker tegen de topclubs. Ook al verliezen we of spelen we gelijk, het is gewoon altijd een feest. En dat was echt een super... Ook afgeladen vol het stadion. Ja. Iedereen wil het komen zien. Ja. Dus als je dan wint, zeker zo'n moment tegen Anderlecht, dat is denk ik Maar ik denk dat het leuke aan Leuven is. En ik heb daarna nog een aantal andere clubs gehad. Zowel in Oostende als in Beerschot heb ik mij super geamuseerd. Maar in Leuven is er nooit echt druk geweest. Het was altijd feest. En ik vond dat daar Leuven... Ja, Leuven is gewoon anders. Dat maakt het mooi aan OHL. En oké, je moet ook geen 10 keer naar elkaar verliezen, want dan is het echt niet meer leuk. Maar het is gewoon plezant. De tribunes, de sfeer er rond. Het is altijd gemoedelijk en tof. Ik herinner mij nog een moment. Ik denk dat dat seizoen was. Dat was ook tegen Genk, de eerste match thuis. We verliezen denk ik 2-4. En de supporters, allee, ik was er ook bij, we blijven nog een half uur na de wedstrijd gewoon in de tribune dansen en springen, omdat het eerste wedstrijd terug in eerste was. En ja, dat zijn echt, denk ik, Leuvense momenten, denk ik. En ik denk dat als speler ook wel tof is om mee te maken dan. Ja, die match had ik in tribune, maar ja, toen was ik... je had bij ons moeten komen staan. Ja, dat heb ik meermaals gedaan. Ja. Maar, dat heeft mijn carrière ook mijn jaar gekort of zo, denk ik. Nee, maar dat is ook zo. Hoe dikwijls hebben die momenten gehad. Dus, dat is fantastisch. Ja, zoals je zelf zegt, zodat die goal tegen anderen zijn van je persoonlijke gloriemomenten of een van de beste momenten dat je meegemaakt hebt bij OHL. Maar je bent bijvoorbeeld ook echt van derde klas naar eerste klasse met OHL gegaan. In die periode, wat zijn er nog zo momenten dat jij echt nooit meer gaat vergeten? Goh, ja, ik denk vooral de promoties die we bij de op verschillende niveaus hebben gehad. Zowel die van derde met Zwakken en met Hans Goedhuis, met Thierry Bergmans. Dat was een fenomenaal seizoen. Ik herinner me vooral de jaren ik heb het straks nog eens tegen iemand van ROB gezegd tijdens een interview. Ik denk van de 10 jaar heb ik 8 mooie jaren meegemaakt hier en 2 dat iets minder ging. Ja. Was het grote verschil met die 8 en die 2 jaar is dat de kleedkamer beter in elkaar zat. Dat we elkaar ook langs het veld heel graag zagen. En ik denk dat dat heel veel verschil gemaakt heeft. Dus een beetje echt een hechte groep en ook met vrienden echt erin. Ja, voilà. Ja, klopt. En ook de kleedkamer fysiek, hoe dat eruit zag. Want ik weet, vroeger was de kleedkamer, je moest zo dat padje naast de tribune 4 zo door. Hè. Ja. Dat was toch de kleedkamer vroeger. Ja. En dan daarna, nu is het onder het stadion. Was daar ook een verschil tussen? Of? Ja, dat heb ik niet meer meegemaakt. Toen was ik al weg. Maar voetbal is tegenwoordig heel modern aan het worden. En luxe en business. Ja, en business. Bubbelbaden en zo. Ja, voilà. Nu, op zich is dat wel fijn, maar anderzijds heeft het oude heeft ook wel iets. En ja, ergens vind ik niet erg dat mijn carrière erop zit, want het is allemaal veel te chic aan het worden. En die vaart erbij en de computer gestuurd. En het echte is er een beetje uit aan het gaan. De romantiek. Een wetenschap, vind ik. Ja, voilà. De romantiek verdwijnt een beetje uit. Voilà. Er is niks zo mooi als een pint drinken na een match en te discussiëren over... die was een offside goal en die bal was achter de lijn. En dat is het mooiste wat er is. En dat valt nu... we zagen nu wel over de VAR, maar dat is toch anders. Dat is hetzelfde. Ja, ik herinner mij nog een beeld, denk ik, van toen dat wij zo uit het stadion kwamen. En je had er zo'n ruit aan de douches, denk ik. Want ik herinner mij nog een beeld dat jij daar stond met een pint zo te zwaaien zo na de match, omdat we gewonnen hadden of zo. Kan dat? Of? Ik dronk geen pint. Ja, dat was een cola. Ja. Toen was er nog geen 0.0, zeker. Nee, maar inderdaad, zo dat romantische van het voetbal eigenlijk. Hè. Want je had zo verteld van die ploegmaat, dat toen die 8 jaar, dat het toen vooral echt tof was door die ploegmaat. We vroegen ons wel een beetje af, wie zijn echt zo de grootste figuren geweest in de kleedkamer? Want ik denk, bij voetballen moeten er toch wel een paar zijn. Ja, ik was nooit erbij in ieder geval. Ik heb wel wat figuren meegemaakt. David Lambrechts was al tweede klasse, dat was tweede klasse, denk ik. Thierry Bergmans, we hebben Jonathan de Falcon natuurlijk, die een andere carrière uitgebouwd heeft ondertussen. Dus we hebben wel wat toppers meegemaakt. Maar ja, dat kleurde de ploeg en dat was mooi. Zijn er nog bij dan, van in die tijden eigenlijk, dat nu nog altijd vrienden zijn, of waar je nog contact mee hebt? Ja, wie hoor ik nog heel vaak is Wim Ruytinckx, Maxima Nijs en Yves Reenaert hoor ik nog wel redelijk vaak. En voor de rest komt elkaar nog wel tegen, de jongens die in de voetbal zijn gebleven. En Thierry Bergmans is keepertrainer in RWDM. Links en rechts komt nog wel jongens tegen. Ja. Pardon, ik moest een boeren. Dat is diep in elke podcast, laat ik wel boerken, ja, inderdaad. Maar dat is van de spanning, hè. Ja, we zitten hier met El Toro aan tafel. Klopt dus op zijn rugje. Allee, je komt. Dat babyke. Okay. Ja, we gaan eigenlijk nu van momenten naar monument eigenlijk, want we zijn gekend bij OHL om onze statistieken. Dus we zijn even naar de statistieken van u gaan kijken, het monument Ruytinckx. 238 wedstrijden, 74 goals... 22 assists en 65 gele kaarten. Waarvan maar 1 rode. Daar was ik ook echt van verschoten. En het was geen directe rode, maar een rode met 2 keer geel. Dat is een truide. Ja. Dat weet je nu dat moment, of? Ja, dat weet ik nog, ja. Wat was er toen gebeurd? Goh, wat was er toen gebeurd? Ja, ik had in ieder geval niks gedaan. Dat is altijd zo, inderdaad. Ja. Altovar het afgekeurd. Ja, sowieso. Ja, maar dat zijn wel eigenlijk, als je ziet voor OHL, dat zijn de meeste wedstrijden. Ik denk bijna de meeste goals ook. En ja, ja, ik denk dat de meeste goals en de meeste wedstrijden zijn, maar ik heb hier dan ook 10 seizoenen gezeten. Dus stel dat Henri nog een jaar of 6 blijft, dan gaat hij daar wel los over gaan. Ik denk dat dat ongeveer een 8 golen per seizoen zijn. Dus dat is ook niet om echt super op de banken te springen. Maar het is wel oké. Ja, het is wel, ik vind het wel aardige cijfers. En het zijn ook legendarische goals. Allee, er zitten wel een paar... Ik denk, en dan moet ik weer over mezelf stoeven, dat ik maakte wel vaak golen die 3 punten opbrachten. Ja, voilà. Ik scoorde nooit als het 5-0 werd, 3 in een hat-trick of 4 golen. Maar ik scoorde wel heel vaak de 2 in de winst of de 1-0 of ja, een belangrijke. Ja, en uw goal als Zlatan? Ja, ook, ja. Die hebben we gevonden ergens op YouTube in heel slechte kwaliteit. Ja, inderdaad. Er bestaan geen goede beelden van, jammer genoeg. Ja, inderdaad. Jij kent u niet. Als je niet weet dat jij het bent, voilà, kent u niet op de video. Het is gewoon een witte stip. Ja. Ja. De bal iets doet. Ja, inderdaad. Dat is wel zot, ja. Want ja, zoals Ruben aanhaalde, je hebt 238 wedstrijden bij OHL gespeeld. Dat is redelijk stevig. Maar hoe beleefde jij je thuiswedstrijden van OHL? Had jij een vast ritueel of was dat altijd verschillend? Goh, vaak hoor ik wel zeggen dat ik wel vaste rituelen had, maar ja, hoe beleef je dat? Ik kan dat eigenlijk niet meer zeggen. ik weet in ieder geval dat men altijd zei dat ik een thuisspeler was. Ja. Ik was veel beter, mijn statistieken zijn ook veel beter thuis geweest zijn dan op verplaatsing. En dan nog beter als ik voor de tribune kon spelen of niet. Ja. Dus dat werd me vaak verweten en heb ik vaak... ik was er vaak niet mee akkoord, maar als ik dan achteraf zwart op wit kijk, kan dat wel kloppen. Maar ja, dat is voor de supporters is dat wel... Allee, je zet daardoor ook in de harten van de supporters gegroeid, denk ik. En als mensen zeggen van ja, dat je enkel op die momenten ja, scoorde en speelde, ja, dat maakt niet uit, want de supporters waren er. En ik denk dat voetbal ja, wel belangrijk is. Want vorig jaar vooral, toen we naar het stadion mochten, hoeveel goals er altijd vielen van de aan de andere kant. Als altijd, wij zitten echt zo eerlijk aan de zijkant. Dan moet je echt je geld gaan terugvragen. Dat ik kan verrekijken moeten zien. Ja. Ja, dat is wel tof. Maar zo ja, we hebben nu als speler die thuiswedstrijden, maar hoe beleef je dan nu, ook pre-corona, als thuissupporter eigenlijk, als er thuiswedstrijden zijn, hoe beleef je dat? Komt ze naar het stadion? Of? Ja, nu is het, ik heb 2 matchen gezien in corona, omdat ik ook wat commerciële dingen nog doe voor de club. Maar ja, het is totaal niet fijn. Nee. Zelfs op tv kijken is niet fijn nu. Dus ja, laat ons hopen dat het allemaal snel overwaait en dat we terug met publiek in de tribunes kunnen zitten. Ja, maar zo bij het thuismatchen moet je ook het café hier aanwezig zijn of ga je ook vaak naar het stadion? Of is dat... het café, ik ben hier dagelijks, maar eigenlijk hebben wij, Mike en ikzelf, hebben wij 3 jongens die alles laten draaien hier. Ja. Dus het is niet dat ik nog achter een toog sta. Wij doen... Voor een toog. Voor een toog sowieso nog heel vaak. Kwaliteitscontrole. Maar... Moet ook cafébaas worden. Ja, ik heb dat de eerste 3 jaar gedaan en ja, eigenlijk... wou ik café beginnen, maar niet om... ja, eigenlijk ambieerde ik een job in het voetbal en die doe ik nu eigenlijk. Ja. Oké. En we voelen ons ook af, omdat je zie, Mercier die heeft waanzinnige statistieken qua assists. En wij vroegen ons eigenlijk af hoeveel goals... Vooral, ik vooral inderdaad eigenlijk. Ik vroeg me echt af hoeveel goals zou een Björn Ruytinckx maken met een aangever zoals Mercier? Goh, ik denk niet meer dan toen. Ik heb heel veel goede aangevers gehad, maar ik was meer de man die zich altijd wegcijferde voor de tweede spits. En ik was eigenlijk altijd de spits die geen plaats had. Ik werd altijd aanzien als de tweede of de derde, maar uiteindelijk moesten ze dan hun systeem veranderen om mij toch rond een andere spits te zetten. Mm-hmm. Dus ik heb zelden als nummer 1 op het blaadje gestaan. Maar door te trainen en door de prestaties stond ik toch altijd op het wedstrijdblad. Ja. Wat zou dat dan geven met Tom Henri? Samen in de spits? Ja, ik denk dat dat wel vuurwerk zou geven. Daar ben ik over overtuigd. Ja. Ja. Dan moeten we een keer proberen op FIFA of zo. Ja. Dat zou echt zo nice zijn om een keer te zien. Of een keer zo'n wedstrijd, binnenkort. Zo'n vriendschappelijke wedstrijd. Björn Ruytinckx nog een keer. Maar... Ja. Want je had ook echt zo die French connection tussen Henri en Mercier. Dat die twee altijd betrokken zijn samen. Had jij ook in een tijd iemand waar je echt... Goed gevoel mee had? Ibu, nee, met Ibu minder. Ik denk dat Ibu zijn beste periode was ik oud met een knieblessure. Met wie had ik dat? Ja, Remakkelen, Scheel. Ik herinner me Remy. Er zijn wel een aantal heel goede geweest. Thomas Maton, Stijn Francis. Ja, zeker. Maton heeft ook een goede carrière gehad daarna. Ja, het enige probleem met Maton... Voor mij is dat een van de beste voetballers die ik gezien heb. Alleen was die heel blessuregevoelig. En dat heeft zijn carrière wel een beetje geremd, want die had zoveel in zich. Want wie is nu in de tijd dat jij daar speelde, dat jij nu vindt, of ja, met de tijd gekomen is, dat eigenlijk de beste speler was? Goh, dat is moeilijk om te zeggen, maar... Het is moeilijk om ze één speler te pieken. Allee, daaruit te gaan, natuurlijk. De beste. Ja, daar komen we nog op terug. Laat me even denken. Oké, perfect. Ja. Ja, want ook in de vorige podcast hebben wij ons... Alleen de vorige podcast dat wij hebben opgenomen, hebben we ons gefocust op de spelers die wij echt... de spelers die ons dit seizoen al bekoord hebben. Maar welke speler van OHL nu heeft u eigenlijk al verbaasd? Of ja, echt... Ja, ik vind... ik krijg wel een klein beetje kritiek momenteel. Sowa vind ik altijd wel goed. Ik had het nooit verwacht van hem. Als ik hem vorig jaar zag spelen. En ik zie hem nu. En ook Mercier. Mercier heeft... Ik denk dat die altijd wel belangrijk is geweest voor OHL, maar andere jaren veel minder dan nu. Als ik zie wat, zowel in de aanvallende acties als in de omschakeling is hij enorm belangrijk. En hij doet die meters op die leeftijd. Ik heb Mark Brijs ook in Beerschot gehad onder andere, dus ik weet wat hij ook vraagt in de week van die jongens. Dus als je dat kan wekelijks, is dat echt wel goed af. En wat maakt dat dan zo dat Mark Brijs zo... Allee, zo'n goede coach is dan voor OHL, denk je? Omdat je ik denk dat Mark Brijs niet alleen een goede coach is voor OHL, maar dat hij overal wel... Mark is... oldschool wil ik hem niet noemen, maar hij heeft nog zo toch wel de accenten van vroeger, hard werken, lang op de club, altijd intensief. En Als je dat aan kunt als speler, fysiek, dan draait je een ongelooflijk seizoen. Ja. Was jij fysiek ook toen heel sterk? Ik was toen 36, 37 bij Mark. En voor mij was het echt het jaar te veel. Ik ben voetbalmoe geworden door Mark. Inderdaad, allee, nee. Ik speelde niet veel met hem, maar bij hem... ik zat veel in de tribune en op de bank. Maar ik heb ongelooflijk veel respect voor Mark. En we zijn altijd open en bloot en eerlijk tegen elkaar geweest. En, want dat is ook wel iets van Mark, denk ik. Dat is gewoon zo'n eerlijke... Vaak zeggen de analisten dat hem niet zo eerlijk is, omdat hem altijd zo'n keer durft uit. Maar uiteindelijk, au fond, als hem voor de camera staat, zegt hem ook wel waarop het staat. Een analyse is niet te veel soepel rond. Nee, dat is ook zo. Dat is Mark. Hij speelt wel zo eens voor de wedstrijd met de spelersfiche en zo. Dat spelletjes. Maar dat is het leuke. Ja. Dat gebeurt te weinig in het voetbal. Het is dat, want dat zijn zo de dingen toch dat je echt van... Ja, zo als supporter van smult. Ja, natuurlijk, van ook. Ja. En dat wordt, zoals we straks zeiden, het wordt allemaal veel te computergestuurd. Ja, te veel weten. Het is te serieus allemaal. Ja, nee, dat klopt. Dus, want denk je ook dat van Sowa, want inderdaad, die progressie van Sowa vonden wij ook echt enorm eigenlijk. Vorig seizoen speelde die hier en daar wel een keer een degelijke match, maar dat was nooit dat wij zeiden van wauw, Sowa. Ja. Maar dit seizoen, die progressie, die was jong, maar nog altijd jong. Hè. Ja. Maar de progressie, denk je echt dat dat fysiek dan komt door Mark of door tactisch? Ja, ik denk gewoon dat hij goed gestuurd wordt, ook tactisch en zo, wat hij moet doen. Ja. En hij heeft gewoon heel veel kwaliteiten, zijn loopvermogen en loopvermogen op... dat is ongezien. Hè. 3 longen. Ja. Kan blijven lopen. Want ja... Dat valt wel vaak op tijdens de wedstrijden dat hem dan soms een keer een slechte bal geeft. Maar ik zeg dan ook altijd van ja, als je hem uit de ploeg haalt, dan ga je misschien minder slechte ballen hebben, maar ga je wel zo die dynamiek verliezen van... Ja. Die drive, dat loopvermogen. Ja, dus... ja, maar ik zie hem ook regelmatig slechte ballen spelen, maar hij schakelt dan ook onmiddellijk terug om die goed te maken en zo. Dus er komt toch wel heel veel werk van die jongen ook. Ja, inderdaad. En qua, want wij in het begin, er was ook heel veel kritiek opgekomen op Tamari. Ja. Zie jij dat ook echt goed komen? Goh, ik denk dat hij wel enorm veel kwaliteiten heeft, maar dat hij in het begin misschien iets te laag speelde. Ja, het is toch een man die een actie moet maken en die het moet hebben van ja, zijn trappen en alles. En dat hij iets te ver van doel stond. Ja. Ik denk dat hij dat ook bewijst. Was het tegen Eupen of zo dat hij die wereldgoal maakt? Nee, thuis tegen Antwerpen. Ja, tegen Antwerpen. Ja. Dus ik denk dat dat de acties zijn die Tamari moet maken. En dat hij stond iets te laag voor mij. Ja. Maar ik denk dat Mark hem wel... hij zit hem elke dag bezig op training. Dus ik denk dat Mark wel weet wat hij moet doen met hem. En ik denk dat hij ook een aanpassing nodig heeft. Maar hij heeft wel de kwaliteiten volgens mij. Om het te maken echt? Ja, om het te maken was het maken. Ja, dat is waar, natuurlijk. Dat is redelijk. Want dat is ook iets dat wij in de podcast ook zeggen aan Tamari. Dat zo, in het begin was hij inderdaad, die speelde wat lager en hij speelde zo precies altijd een beetje zo alleen en hij wou het zelf te veel doen, veel druk op zijn schouders. En nu is hij echt met het team bezig. Zo, bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Antwerpen dan ook, die ene actie dat hem doet, waar hem dribbelt, waardoor het een vrije trap komt. Dat is voor het team dat je dan werkt en daardoor scoren we. En, ik denk dat dat ook wel een groot verschil is. Hè? Maar ik denk dat hij dat ook toont dan op training. En dat de coach en Isam en zo, dat ze dan wel zien dat hij klaar ervoor is. Want ik ken Mark goed genoeg. Als hij het niet toont door de week, dan krijgt hij sowieso zijn kans niet. Oké, alright. Nice. Dan, ik weet niet of je de vorige podcast gezien hebt of niet. Wat we altijd doen is ook een biertje van de week drinken. En Jubbe, omdat wij... Het is een heel zeldzaam bier. Ja, heel zeldzaam. Het is hier echt van op de noek gebrouwen. In Café Sport dachten we pakken een Stella'ke mee. Ik ben eigenlijk met dieet bezig, maar eigenlijk een goede Stella moet je niet afslaan. Nee, voilà. Dus dat is goed nieuws. En wat voor een dieet? Is het zo intermittent fasting of andere dingen? Ja, voilà. Ja, een beetje vast. Zeg jij daar ook niet mee bezig? Ik ben ook mee bezig, ja. Stoppen om 8 uur en terug beginnen om 12 uur 's middags. Ik start om 12 en ik eindig om 8 uur. Ja. We gaan deze quote gebruiken voor zo... Scholen. Ze zeggen... Björn Ruytinckx zijn alcoholgebruik. Ik begin om 8 uur en ik stop om... maar dat er zo uit... Pas op, man. Ja, nee. We zijn niet op zoek naar quotes of zo. We zijn gewoon een fun podcast. Ja, inderdaad. Nu voor de volgende match hebben, dat doen we ook altijd, even over de volgende match. Die is tegen Mechelen. Dat is zondag om 4 uur. In Mechelen ook, dus een uitmatch. Wat verwacht je daar een beetje van? Ja, ik denk dat Mechelen zo'n beetje de ploeg is, alles of niks. Ze hebben heel veel mooie dingen laten zien, maar anderzijds ook matchen dat ik dacht van... ja, die gaan ze makkelijk winnen en die verliezen ze dan. Dus ja... Moeilijk om moment te schatten. Laat ons zeggen, een kleine winst voor Leuven. Hè. Ja, en die pronostiek is dan? 1-2. 1-2, oké. Ja, want we hebben iets goed te maken, want vorige wedstrijd was 1-2 bij ons. Dus ik denk dat OHL wel... want ik weet, ik ben zo degene in de podcast die zo de zotte pronostieken doet. Dus ik ben altijd degene die er zo al over gaat. Dus dat meestal belachelijk zijn, maar als die uitkomen is het wel tof. Ja, dan is het feest, hè. Ja. Dat is waar. Zoals die 7-1 is met OHL-cirkelen, maar daar hebben we het al te veel over gebabbeld. Ja, inderdaad. Ik ga zeggen... Dus jij hebt dat voorspeld? Nee. Maar toen niet. Wat hij voorspelt komt niet uit meestal. Maar moest het gebeuren, dan zou dat wel nice zijn. Ja. Zo, maar ik denk nu tegen Mechelen 2-5. 2-5, oké. Stevig. Tof. Ik denk ook wel dat we een goaltje gaan tegenkrijgen, denk ik wel. Maar ik denk Van Voort staat ook wel goed tegenwoordig. En Mechelen in verdediging, daar is ook soms wel wat wankel. Die krijgen we wel eens tegen. Dus ik denk 1-3. Okay. Tekenen we voor, hè. Inderdaad. Dus we kijken er naar uit, hè. Ja, dit is eigenlijk het einde, Björn. Het was echt superleuk om... Ja, als jij nog wilt blijven babbelen, blijf zitten. Ja, okay. Laat me dan nog maar een beetje drinken. Dan, Stuur tot morgen. Ja, voilà. Ja, avondklok, oei, we moeten hier blijven. Ja. Nee, we willen sowieso bedanken dat jij daarvoor open stond en dat wij mochten gewoon zo ontvangen in Café Sport. Ja. Natuurlijk. We hebben echt een fijne podcast gehad, dus merci. Ja, het was gezellig. Ja, alright. Ja. Wens je al het beste en tot de volgende keer. Tot de volgende. Dag, hè. Bye. Bye. OHL, de podcast met Ruben en Kobe.